U kijkt naar de halve finale in de klasse tot 60 kilogram. Tussen een Japaner en een Italiaan. Japaner in het wit. Hiroaki Hiraoka. En Elio Verde is de Italiaan. Op deze mat zal straks Birgit Ente haar herkansingspartij gaan judoën. We kijken nu wie de finale gaat halen in de klasse tot 60 kilogram. En zeg maar de opvolger zou kunnen worden van Ruben Haukes. Aanval van de Italiaan die schitterend judo heeft laten zien vandaag. Onder andere door Peischer, de Europese kampioen, hard op de rug te gooien. En misschien doet hij dat ook wel met de Japaner. Japaner huizenhoog favoriet nu voor de titel. We kijken naar het scorebord. Het is 0-0. En u ziet twee gele vakjes. Dat zijn de waarschuwingen. Waarschuwing, allebei een waarschuwing. Geen scoren. Als er nog een waarschuwing bij komt van een van beiden, dan pas komt er een score op het bord. Dan wordt het een yuko voor de tegenstander. We zijn halverwege de partij. Verde heeft eigenlijk nog weinig grote prijzen op zijn palmarès staan. De Japaner is meer ervaren. Komt uit Hiroshima. 24 jaar, 1,60 meter lang. Zit heel laag. En heeft een geweldige schouderworp. Hij vliegt er dan razendsnel onder en gooit de tegenstander over zijn schouder. Nu gaat verder naar de benen. Mate. Hachime, zegt de scheidsrechter. Beginnen. De Sutemi van de Italiaan gaat op zijn rug liggen en probeert de tegenstander over zich heen te duwen met zijn benen. Mislukt. Weer nu de Sutemi van de Japaner. Mislukt ook. Inmiddels is bekend dat de andere halve finale is gewonnen door Santaraya uit Oekraïne. Dus de Oekraïner sowieso in de finale tegen de winnaar van deze partij. Vliegensvlug. En nu het pakkingsgevecht. Hoe pak ik het? Daar gaat hij laag, laag, laag tillen. En nu drukt hij hem door op de billen. Dat zou normaal een coca zijn, maar dat is afgeschaft. Dus geen scoren. De coca is afgeschaft begin dit jaar. Voorheen was vallen op het achterwerk een score. Dat is niet meer zo. Je moet echt op de zij vallen. Dan is het yuko. Yuko is de laagste score. Hij gaat naar de benen, de Italiaan. Valt hij op de zij? De Italiaanse coach zegt yuko. Hij valt op de zij. De scheidsrechters zeggen van niet. Maar de Japaner is even geschrokken. Geen score. Goeie poging van Verde. Zit heel laag. Sutemi van de Japaner, maar mislukt. Daar moet je mee oppassen. Kan ook gezien worden als een schijnaanval. Daar speculeert ook de Italiaanse coach op. Door te gillen. En dat mag tegenwoordig ook niet meer. Coaches mogen niet schreeuwen naar de scheidsrechter voor een score. Hij kijkt snel toch even naar de scheidsrechter. Wat vind jij ervan? Maar die zegt op de buik geen score. De zure behandeling bij de Japaner. Hier, de benenpakker. En komt hij op de zij. Hij probeert naar de buik terug te draaien. En de scheidsrechter zegt, het is de buik en niet de zij. Vandaar 0-0. Altijd veel problemen met vingers
bij judoka's. Pakken met alle kracht die ze hebben het pak van de tegenstander beet. Er komen zoveel krachten op die vingers te staan. Dus dat tapen, dat is wel hard nodig. Vaak gebruiken ze dit soort pauzes ook om even op adem te komen. Maar ik denk niet dat de Japaner dat nodig heeft. Super fit. En daar gaan ze weer. Hachime. Daar gaat hij. Pakt. Hij veegt. Koichigari van de Japaner mislukt. Mate. De Japaner staat bekend op zijn Koichigari. Een kleine binnenwaartse haak. Weer pakken van de Italiaan. Die heeft de smaak te pakken. Nu probeert de Japaner eronder te komen en te tillen. Daar gaat hij. Wat geeft de scheidsrechter? Niks. Mate. Komt de Italiaan goed weg. Het op de arm van de Japaner. Wie tilt er nu? Hij tilt hem door. Ja. Daar kan je zo Ippon voor geven. Hij valt toch op de rug. Wordt niet gedaan. Het is 0-0. Het scorebord wordt leeggeveegd. Dus de waarschuwingen verdwijnen. We gaan naar de golden score. In deze golden score, die overigens, dat is ook nieuw, 3 minuten bedraagt. Tellen de waarschuwingen wel, maar niet meteen. Dus pas bij twee waarschuwingen komt er een score op het bord en is de partij voorbij. Bij iedere techniek, goed gelukte techniek, is het ook voorbij. Wie haalt de finale van het WK? Oeh, veeg van de Japaner. Veegt helemaal mis. Gaat nu op de knieën. Newaza, het grondgevecht. Mate, zegt de scheidsrechter, hij ziet daar niets in. Leidt tot niets. Hiroaki Hiraoka uit Japan tegen Elio Verde uit Italië. Hajime. Wie durft? Zoeken, tasten en het juiste moment kiezen. Daar pakt hij hem weer. Duikt goed naar de buik, de Japaner. Mate. Nu raken ze vermoeid. Dit is heel vervelend. De andere halve finalist, de andere finalist, won binnen een minuut zijn halve finale. Dus die is al lang klaar. En zij moeten nog tot het uiterste. Weer gaat de Italiaan in de aanval. Het is belangrijk om aanvallen te scoren. Kinza's. Weliswaar komt er dan niets op het bord, maar je toont initiatief en de scheidsrechters tellen het aantal initiatieven dat je neemt. Het aantal aanvallen. Want uiteindelijk, als dit gelijk blijft, moeten zij middels vlaggetjes gaan bepalen wie er wint. En dan tellen ze in hun hoofd het aantal aanvallen op. Hier weer naar de benen, de Italiaan. Strijdplan van Verde is duidelijk. Naar de benen. Tsutomi van de Japaner. Opofferingstechniek. Maar levert niks op. 1 minuut 18 nog. Laat je het aankomen op de vlaggetjes. Pakt weer naar het been, maar komt er niet goed bij. Zoek dekking nu voor het grondgevecht, want daar zijn Japanners ijzersterk in. Grondgevecht, Newaza. Hij probeert die rechterarm
los te krijgen, maar die zit muurvast. En de scheidsrechter zegt, Matte, staan en de tijd stil. De Italiaanse coach, netjes in het pak. Coaches moeten nu het laatste gedeelte, dus tijdens de finales, halve finales, in pak. Ook een nieuwe regel. Het judo is aan het vernieuwen. Wat is dit? Tillen. Goed naar de buik. En dit is een duidelijke aanval van de Japaner. Dat telt weer mee bij de scheidsrechters. Straks als ze hun keuze moeten gaan bepalen. Daar gaat hij. Oh, wat goed weggedraaid naar de buik. Weer een prachtige aanval van de Japaner. Hij haakt en duwt de tegenstander omver. En nu krijgt de Italiaan een waarschuwing wegens passiviteit. Dat geeft aan dat de hoofdscheidsrechter in ieder geval een beslissing neemt in het voordeel van de Japaner. Nu moet de Italiaan iets doen, want de Japaner is optisch in het voordeel. Hier Tsutomi. Tsutomi van de Japaner. De laatste minuut is voor Hiraoka. De Japaner ziet er het beste uit. De tijd verstrijkt 6 seconden. Kijk naar de Italiaan. Die moet. Hij weet het. Hij voelt het. En daar gaat hij. Nee. De tijd is verstreken. Het gaat aankomen op vlaggetjes. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal dat wel eens 3 keer wit kunnen zijn. Laatste minuut duidelijk het voordeel bij de Japaner. Altijd spannend. Hantai. Wie wordt het? Hantai. 3 keer wit. De Japaner gaat naar de finale. Hiraoka treft daar Santaraya uit Oekraïne. Duidelijk. Geen schaduw van twijfel. De Japaner was duidelijk de beste in de slotfase van de Golden Score. Hij heeft wel veel meer minuten gemaakt dan zijn komende tegenstander in de finale. Maar dat is van later zorg. Hier aanval prachtig. De Kochigari, de kleine binnenwaartse beenworp. Dan duwt hij de tegenstander eroverheen. Was geen score. Hier de Tsutomi techniek. Ook geen score. Schoudertechniek. Geen score. Maar het telt allemaal mee in de beslissing van de scheidsrechters.